heb voor jullie mijn derde filmpje alweer voor mijn winterholiday serie. En ik ga vandaag een foundation page maken over de dag dat wij gaan vertrekken. En dat is voor december 17. Dus ik ga het een klein beetje kerstig houden, omdat het toch nog vlak voor kerst is. Maar ook zeker in de travel thema houden. En de travelpapiertjes die ik bij deze lijn heb uitgezocht, bij de kerstlijn, zijn van Crate Papers, de Journey Collection. En mijn uitgangspunt voor deze pagina is dat tiel kleurtje met zacht roze. En dat bovenste kaartje komt uit de Crate Paper Collection. En de mazzel had ik dat daar LAX op stond. En dat is ook waar wij naartoe vliegen. Dus dat kaartje moest ik natuurlijk gebruiken voor deze pagina. En de indeling van deze 8,5 bij 11 sheet zijn twee vakjes van 3 bij 4 inch. Vier vakjes van 2 bij 2 inch. En twee vakjes van 4 bij 6 staande foto's. Of kaartjes natuurlijk. En ik ga in dit geval het onderste gestreepte kaartje gebruiken als mijn titelkaartje. En hiervoor ga ik eigenlijk gewoon mijn hele ephemera pack door met alle embellishments. En kijk ik gewoon overal van wat vind ik leuk en wat staat goed. Zo weet ik ook zeker dat ik aan het einde van deze series, van het einde van het maken van mijn album, geen spijt heb dat ik dingetjes niet gebruikt heb of wat dan ook. Want ik ga niet nadenken van, oh, dat wil ik voor die pagina gebruiken of die. Als ik op dat moment iets tegenkom wat ik leuk vind, dat ga ik gebruiken. En ik ben er wel al achter dat ik iets te weinig kerstembellishments heb. Want ik hou nou eenmaal ruim embellishen. En ik wil een paar embellishments overhouden voor als ik de foto's erop ga plakken. Want ja, op foto's plaats je natuurlijk ook nog wel eens wat embellishments. Dus ik ga nog wel wat spulletjes erbij aanschaffen. Maar dat zal ik jullie ongetwijfeld nog wel laten zien als ik dat gedaan heb. Hier heb ik de cijfer 17, dat is de datum, uit een labeltje geknipt. Want ik vond hem niet passen met die candy canes die erboven zaten. En ik maak van dit craft, karton is het eigenlijk. Het is echt heel erg dik met goud chevron. Daar stans ik wat labeltjes uit met de labelpons van EK Succes. En die gebruik ik als een laagje onder mijn cijfer. Onder mijn datum, moet ik eerlijk zeggen. En de embellishment van Season Greetings, die heeft het niet overleefd. Die komt op een andere pagina terecht. Excuus, ik moest me even onderbreken. Ik had zo'n kikker in mijn keel. Ik moest eigenlijk ordinair even kuchen en hoesten. Maar als het goed is, ben ik weer iets beter verstaanbaar nu. De 2x2 vakjes die zijn natuurlijk ideaal om te versieren met een simpele embellishment. Dus ik doe daar enkel een sterretje op. En later op de foto op het einde zal je zien dat ik ook op een ander vakje nog een houten woedveneer van een vliegtuigje heb geplaatst. En embellishments die ik overhoud, die ik wel op deze pagina wil bewaren, die stop ik gewoon in een vakje erbij. En dan weet ik, nou, die embellishments wil ik erbij bewaren. Ik heb hier een stukje uit mijn filmpje geknipt, want ik ben denk ik een half uur bezig geweest om een ruppel op een kaartje te krijgen. Van een goud fototoestelletje. Nou, die deden het niet. Er bleef alleen een goud streepje achter. Dus die verberg ik nu achter dat gouden halve cirkeltje en een klein bannertje. En wie weet komt daar nog een klein woordje of iets anders op te staan als de pagina klaar is. Maar dit is natuurlijk mijn foundation page, dus daar kan nog van alles toegevoegd worden. En ik moet ook echt erom denken dat ik niet alles helemaal vol plak met embellishments. Dit is mijn foundation page voor 17 december. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.